بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste kijkers, welkom bij een nieuwe uitzending van Muslim TV. Vandaag ziet ons programma als volgt uit. We beginnen ons programma eerst met een Koranrecitatie, gevolgd door een lezing van Maulana Khalil Abdulrahman met als topic standvastigheid in het leven. En we sluiten het programma af met een lezing van Maulana Iftighar Ali Chisti. En zijn topic is: wat houdt de oers in? Wat betekent oers? Wij wensen u allen veel kijk- en luisterplezier toe en inshallah tot volgende week. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alle lofprijzen, hamdusana. Alle ibadat, de tilawati Qur'an, de tasabih die wij lezen, alle goede daden die wij proberen dagelijks in ons leven te verrichten, onze leven, onze dood, offers die wij op verschillende manieren proberen in ons leven op te brengen voor onszelf, in de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Alles en alles behoort tot Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah heeft vermeld in de Heilige Koran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. Salat, nusuk, offers, leven, dood, alles behoort tot Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, acht aanwezigen, we zijn vandaag op deze bijzonder dag. Yawmul Jum'ah, Yawmul Sa'id, Yawmul Eid. Gezegend door onze schepper. Door Rahman, door Rahim, Karim, Ghafoor, Jabbar, Wahhab, Kahar. De barmhartige, de genadevolle. Heeft ons allemaal gekozen om in het bijzonder naar de moskee te komen. En op een zeer, zeer rustvolle manier. Met sukoon, itminaan, peace, rust, vrede. En boven alles, zonder afleidingen. Want in deze ruimte, als wij zitten, dan hebben wij niet aan de rechterkant een tv of aan de linkerkant een bankstel of de keuken. Er zijn geen afleidingen. Allah subhanahu wa ta'ala daalt zijn zegen, zijn kerm constant in deze ruimte en gelovigen die zich bevinden in deze ruimte, die kunnen voelen dat de spirituele kracht die hier aanwezig is, de rust. Allah subhanahu wa ta'ala wil ook dat binnen een week moet een dag en binnen een dag moet een tijd zeer zeker komen waar wij alles aan het kant laten. En wij komen in het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. En wij proberen aan hem te vragen over de zaken waarmee wij zitten. Problemen waarmee wij zitten. We proberen vergiffenis te vragen. In de moskee aanwezig zijn is al een vorm van vergiffenis vragen. Maakt niet uit of men woorden gebruikt of niet. Allah Ta'ala heeft vermeld in de Heilige Koran. Alimun bi dhati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala weet wat in onze harten zich bevindt. En hij is alimul ghaibi wa shahada. Dat wij niet weten en kennen. Allah subhanahu wa ta'ala is aware of every single matter. Every single problem that we are facing in our life. De problemen waarmee wij zitten. Allah subhanahu wa ta'ala weet alles. En daarom zojuist heeft hij vermeld. Fadhkuruni adhkurukum. Wat wij dienen te doen, geachte aanwezigen, om een positieve stap naar hem toe te maken en voor enkele minuten bewust gaan zitten en te herdenken dat hij staat boven alles. Hij is de Galik. Hij is de Malik. Hij is de Razik. De werk die wij even hebben gelaten, de baas die wij even hebben gelaten, is alleen maar een baas, een sabab, maar hij is de baas van allemaal. Qulillahumma malikal mulk. Dat hij is de koning van alle koning die wij kennen en zich bevindt op deze aarde. Geachte aanwezigen, gelukkig zijn wij dat wij hier vandaag
in de huis van Allah subhanahu wa ta'ala mag aanwezig zijn. En eerlijk gezegd, wij zijn van elkaar aan het leren. Wij zijn momenteel kennis aan het opdoen, onze imaan aan het versterken. En gelooft u maar, een goede belofte met Allah aan het maken zijn wij nu. We maken een belofte. En wat is de belofte? De belofte moet één zijn en dat is, o Allah, ik beloof u dat op goede daden en goede werk en positieve denkwijze en gedachten zal ik standvastigheid proberen te creëren. Istikamat. Istikamat, standvastigheid. En u allemaal hebben door schriftgeleerde ulama gehoord, al istikamatu faukal karamat. Standvastigheid wijzen, al is het op een kleine daad, dat wij iets regelmatig elke dag kunnen doen in onze leven. Dat een persoon die heeft een belofte gemaakt, o Allah subhanahu wa ta'ala, o Ghalik, o Malik, o Razik, ik maak een belofte dat ik elke dag op de mat, op de musalla ga staan en ik ga u aanbidden. De ene zegt, o Allah, ik maak een belofte dat ik dagelijks ga proberen enkele minuten weg te halen. De heilige Koran in mijn handen te nemen om zelfs één surah te reciteren. Enkele minuten. Maar kijk eens, geachte aanwezigen, als het regelmatig wordt gedaan, standvastigheid wordt gewezen, wat wij kennen als istikamat. Allah heeft vermeld, thumma istakamu fatanazzalu alayhimul malaika. Degene die heeft geaccepteerd dat Allah subhanahu wa ta'ala is mijn Heer. Allah heeft mij geschapen. Allah heeft de wereld geschapen. Allah heeft de profeten geschapen. Allah heeft de heilige boeken gezonden op de profeten. Rabbunallah. Allah is our Lord. First, iman. The definition of iman is ikrarum bil lisan wa tasdikum bil kalb. De tong moet het in woorden accepteren en de hart moet dat gaan bevestigen. En als we hebben gezegd dat Allah subhanahu wa ta'ala is onze Heer, onze Schepper, onze Rab. Hij verzorgt ons. Hij verzorgt de gehele mensheid. He is the one who takes care of everyone. Thummastakamu. En als men daar op standvastigheid probeert te wijzen of te creëren, tatanazzalu alayhimul malaika. Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld, hij daalt engelen voor zo'n persoon, zijn begeleiding, bescherming. Hij daalt engelen om zo'n persoon te beschermen tegen problemen, tegen aanvallen, tegen de kuffaar, tegen de vijanden. Allah subhanahu wa ta'ala die stuurt tientallen engelen, de ene aan de rechterkant, de ene aan de linkerkant, waar ook deze persoon mag ook gaan. Allah subhanahu wa ta'ala stuurt engelen om deze persoon te beschermen, die standvastigheid creëert. Het staat boven wonder. Graag de aanwezigen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld in de heilige Koran. Ja, ayyuhalladhina amanu. O gelovigen, amanu.
een mu'minin zijn, een gelovige persoon zijn, betekent mu'min, de lakab mu'minin, na anbiya wa rusul, na sahaba, na tabi'in wa taba tabi'in, awliya'i salihin, de lakab van mu'minin staat heel hoog, geachte aanwezigen. Het is een rijkdom die wij hebben, die kan niet vergeleken worden met een persoon die een biljonair mag zijn. Allah subhanahu wa ta'ala speaks to the mu'minin. O gelovigen, o gelukkige gelovigen, Allahu Akbar. جن کے پاس صحیح عقیدہ ہے صحیح مومن ہے جس کی ایمان جو ہے صحیح عقیدے پر جن کا بنیاد رکھا گیا ہے جن کے دل و دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عشق و محبت پائی جاتی ہے het volgen van de Koran en hadith جو اتباع قرآن و حدیث کا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کریم میں مؤمنین کی لقب سے پکارتا ہے and that is a grote titel op zich geachte aanwezigen o gelovigen قولو قولا صدیدا اللہ heeft vermeld probeer één iets gemakkelijk in uw leven te doen iets die heel simpel en gemakkelijk kan zijn. Kost niet veel moeite. Men hoeft niet veel te gaan zoeken, veel moeite te gaan doen. Maar deze kleine daad heeft een grote impact, brengt grote resultaat in een mu'min's leven. Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld, O gelovigen, koolu koolan sadida. Als je woorden dagelijks probeert te uiten, wees eerlijk en haal goede en positieve woorden uit je mond. Je zuban, agar alfaz ko bahar nikale, to achhi alfaz, sahi alfaz, Quran o hadith ki roshni mein, agar jo alfaz hum nikalte hain, Allah ta'ala ne farmaya, sadida, woorden van oprechtheid, eerlijk, en woorden die minder pijn bevat, dat als wij met iemand in conversatie gaan, dat dienen wij op te letten wat voor woorden uiten wij en wat voor een conversatie voeren we uit. We have to be careful. Want dagelijks een grote probleem die wij tegenwoordig in de maatschappij meemaken, is een goede conversatie eindigt heel slecht. Roddelen, achter de rug praten, mensen pijnigen. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld in de heilige Koran. O gelovigen, o moslim, o umma van mijn geliefde profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Kijk eens, met moeite lees je namaz, met moeite breng je offer, met heel veel moeite haal je tijd eruit om naar de moskee te komen. Het is zo duur om een ticket te betalen, om naar Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwara te gaan met heel veel moeite en kosten doen verrichten wij een ibada en goede daden. Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld, probeer daarop goed op te letten. Probeer de ibadat, probeer de amle salihat te beschermen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld dat is het zo? Zo een van ons bereid zijn of bewust de vlees van ons
echte dode broers en vlees zou een van ons bereid zijn om dat te eten? Dat is in de Heilige Koran vermeld. Lahm al-akhi. Bent u bereid om de vlees van een dode broer te eten? Antwoord is altijd nee, o Allah subhanahu wa ta'ala. Dat willen wij niet doen. Helemaal niet. Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld. Als je dat niet wil doen, als je dat wil vermijden, als je van deze straf jezelf wil beschermen, simpel. Qulu qawlan sadida. Woorden die je uit in je leven dagelijks, wees voorzichtig. Moet het op een oprechte manier, eerlijke manier. O Allah subhanahu wa ta'ala, stelt u voor dat ik goede woorden uit mijn mond weghaal. Als ik op een oprechte een manier een conversatie uitvoer. Of de hak, woorden van hak uit. O Allah, wat is het voordeel? Wat is de benefit? Wat zijn de voordelen? Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld. Yuslih lakum a'malukum. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld. Allah subhanahu wa ta'ala zal onze daden rectificeren, beter maken. Eén kleine daad, as they say in islam. Honorable audience, geachte aanwezigen. Het gaat om iets die tegenwoordig met heel veel moeite wordt uitgestraald. En dat is een smile, tabassum, een glimlach. Tegenwoordig zelfs een glimlach uitstralen naar een andere moslimbroeder. Voor velen is heel moeilijk. Want vele mensen uit stress en problemen creëren een vorm van een gezicht die serieus is. En als je een andere moslimbroeder ontmoet, dan is hij zo serieus. En geeft aanleiding aan de anderen om te denken, hey, misschien is hij boos op mij. Misschien heb ik iets aan hem gedaan. Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Elke keer als hij een sahabi rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ging ontmoeten. Het maakt niet uit of het een gelovig persoon is. Het maakt niet uit of het een ongelovig persoon is. Elke keer als hij een mens ging ontmoeten. Hij had evenveel een mooie glimlach. Een stralende glimlach om zijn gezicht. Waarom? Want Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wist dat mijn glimlach, mijn stralende glimlach, gaat de persoon aan wie ik aan het ontmoeten ben een positieve gedachte geven. Hij gaat goed over mij denken. Hij gaat goed over mijn karakter denken. En stelt u voor, geachte aanwezigen, als wij een andere moslimbroeder ontmoeten en dan hebben we geen glimlach. En dan zijn we serieus. En dan hebben we een boze gezicht gemaakt. Dan geven wij automatisch aanleiding aan de persoon om te denken dat hey, misschien is deze man boos op mij. Misschien heb ik aan hem iets gedaan. En onnodig begint de waswasa van shaitaan een werk in de persoon zijn hoofd te doen. En Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft vermeld, vermij al deze kleine problemen. Allah ta'ala heeft vermeld, qulu qawlan sadida. Als je op een oprechte manier met iemand in conversatie zal gaan en met een glimlach de persoon zal ontmoeten. Maakt niet uit of we de persoon kennen of niet kennen. Een mu'min zijn, een moslim zijn. I would say that is the biggest. Een mu'min, of wij familie zijn of niet, bloedverwant zijn of niet. Mu'minin zijn, muslimin zijn. Dat is de grootste relatie. Dat is de grootste nasab. En dat brengt ons allemaal bijeen. Maakt niet uit van welk ras, van welk stam we afkomst zijn. Maar de
kracht van mu'minin, muslimin, de kracht van islam is dat in de huis van Allah subhanahu wa ta'ala, het brengt allemaal bij elkaar en in een jamaat vorm staan ze in een rij en warka'u ma'ar raki'in. Hoe Allah heeft vermeld in de Heilige Koran. Als je veel meer sawab wil verdienen. Als je de broederschap wil versterken. Als je de mohabbat, de liefde onder elkaar wil versterken. Als je de problemen en de andere soort en afleidingen wil vermijden. Het beste is, lees samen de gebed. Jamaat, warka'u ma'ar raki'in. Saat mein takbir tahrima padhna, saat mein ruku karna, saat mein sujood karna, isme quwwat wa taqat aur jo hai akhwat islam mein jo hai wo paida hota hai aur islam ka jo hai sarbulandi aur bol bala hota hai. Muazzaz samine karam, koolu koolan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah heeft beloofd dat als je op een oprechte manier een conversatie gaat uitvoeren, opletten de woorden die wij aan het uiten is, de eerste succes is, je zal je daden en zien dat Allah subhanahu wa ta'ala zal je gewoonte, je daden rectificeren. Is dat alleen, o Allah subhanahu wa ta'ala? Nee. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala heeft beloofd dat hij zal onze zonden allemaal vergeven. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dat Allah subhanahu, precies zo, Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld, la taqnatu min rahmatillahi, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld, verlies nooit de hoop in mij. Je mag de hoop. Het kan zijn dat een zoon heeft de hoop in ouders verloren. Een broer in een andere broer. Een broer in zus. Een student in ostaat. Het is mogelijk. Het kan gebeuren. Een medewerker heeft zijn hoop verloren over in zijn baas. Dat hij heeft geen hoop in zijn baas meer. En we maken dagelijks mee. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld, dit gaat om iman, o gelovigen. O rijke mensen, gezegende mensen. Iman kibat to yehim azzis amine karam. Wij worden gevraagd, Maulana sahab, kunnen wij de loterij spelen dat wij de jackpot ooit kunnen winnen? En dan gaan wij alle geld in de weg van Allah spenderen naar India, Pakistan, Bangladesh, Suriname. Antwoord is, loterij mogen wij niet spelen. Het is haram. Want wat nadien gaat gebeuren, dat is nadien. Want intenties kan veranderen. Iemand kan zeggen dat ik speel de loterij, want ik wil een moskee bouwen in Suriname. Zou het maar waar zijn als de sharia hem de toestemming gegeven en hij speelt de loterij en hij wint de jackpot. Hij krijgt de geld, maar hij bouwt geen moskee. Want andere intenties, hij wil een hotel ergens maken. He wants to start a business. Daarom zojuist geachte aanwezigen, loterij spelen is haram om miljonair te worden. Maar geloof mij, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons miljonair gemaakt. Wij zijn allemaal gelukkig en miljonair, want we hebben de juiste iman en akida. We proberen de pad van Sirat al-Mustaqim te bewandelen. Alhamdulillah. En in elk mu'min zal de jackpot winnen. Dat heb ik ook in Suriname, in Miladun Nabi Takarir, ook aan de mensen, aan de mu'minin uitgelegd. Dat een elk mu'min zal een keertje de jackpot winnen. Om deze miljonair zijn te bewijzen. Lekin jackpot kab jita jata hai. Als een persoon komt in zijn graf te liggen en drie vragen wordt aan hem gevraagd. En als hij de antwoorden mag geven en boven
alles als moenkende keer aan zo'n persoon gaat vragen, wat zeg je over deze man? Wat zeg je dat takulu wie hakki hadir rajul? Wat zeg je over deze man? Als de gezicht, als de lichaam van profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam gaat gewezen worden. En als een mu'min, als een moslim, als een umma, als een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala, als hij of zij kan zeggen, haza rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dan dat is pas echt de jackpot winnen. Naar de takbir, naar de risale. Geachte aanwezigen, want dat is de succes op een ultimaat manier, op de hoogste vorm bereiken. Want dan gaan de ramen van Jannah open. Dat gaan men voor zich, dat gaat mensen ervaren dat Munkar Nakir zijn kabber gaat verlichten. Een lamp gaat achtergelaten worden. Hij gaat beschermd worden. Allah gaat opdracht geven. O engelen, open de ramen. Laat hij de koude lucht van paradijs alvast beginnen te voelen. Maar geachte aanwezigen, om zo'n jackpot te winnen, om deze antwoord te kunnen geven, dienen wij in onze leven dagelijks de naam van Allah subhanahu wa ta'ala op te noemen. Om te kunnen zeggen, als er wordt gevraagd, dat marabbuka. Wie is jouw Heer? En als wij dagelijks nou sterren van Bollywood, Hollywood en rijke mensen. Ik heb gezien in bijeenkomsten, ik ga nu mijn toespraak afronden. Ik vind het zo jammer. Bijeenkomst, moslims komen bij elkaar en je ziet, je gaat zien een groep die gaat zitten in plaats van dat er over islam wordt gesproken, in plaats van dat er over Koran wordt gesproken, in plaats van dat er over haram en halal wordt gesproken, dat wat haram kan zijn, wat halal kan zijn, in plaats van dat wij met onze broeders praten, dat hoe kunnen wij onszelf ontwikkelen in islam, welke stappen kunnen wij nemen. Er wordt over auto's gesproken. Er wordt over banen gesproken. Er wordt over de werk gesproken. De ene zegt, ik heb de snelste auto. De andere zegt, ik ben van plan om de duurste en de snelste en de krachtigste auto kopen. Geachte aanwezigen. Gharidlo jotum ki gharidna chahte ho. Hasil karlo jotum hasil karna chahte ho. Sawal jo hai, wo teen hi hai. Deen, Rab aur Nabi. Deen, Rab aur Nabi. Isse zyada nahi hai. There's only three questions. Ab agar aap jo hai, when we get some time, when we come together, if we're gonna talk about buying a car, if we're gonna talk about buying a big house, if we're gonna talk about comfort, we're not talking about Allah, we're not talking about ibadat, we're not talking about reading the Quran, we're not talking about progressing in Islam, we're not talking about looking at our aqidah that we have, we're not looking about unity, wij praten niet om de broederschap te versterken, wij praten om duniavi dingen. Hoe gaan wij in de kabber als wij deze gevaarlijke engelen zullen voor ons hebben, hoe gaan wij zeggen, onze Heer is Allah subhanahu wa ta'ala. Sari din tum ek baat karte ro ek lafaz jo hai. Men zegt, probeer een woord hele dag te zeggen. Het heeft een grote kans dat als je gaat dromen, dan ga je diezelfde woord in je droom ook aanhalen. Je doet ik, als koi sari din Allah Allah karte rahe, Nabi ka naam lete rahe, to raat mein bhi jab khwab aayega, usko to ibadat karte hue usko nazar aayega, tilawat karte hue nazar aayega, naat padte hue, kyun? Kyunki usne sari din jo hai Nabi ki jo hai naat padhi hai, sari din ibadat ki Allah ko yaad kiya. Khaakta anwisakhan, best brothers in Islam. Tijd die tikt altijd door, niet alleen de tijd van de jamaat en de khutba, maar van leven ook. Als wij bij elkaar komen, dienen wij elkaar te ondersteunen. We dienen de broederschap onder elkaar te versterken. En de twijfels die wij hebben, de haat die wij hebben,
Dat moeten wij kunnen vernederen en weghalen van onze hart. Allahu Akbar. Agar kuwe me kutta rahe, kuwe se kutta nahi nikaloge, to jitna pani chaho nikalo, wo kuwa paak nahi hota. Allah Ta'ala, hum sab ki hazri ko kabul o manzoor farmaye, and mokh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, is jamaat aur khanisasi masjid taqwa. Allah Ta'ala isko hamesha abad kare, and you allamal di hier aanwezig is voor mokh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, you bijzonder komst in zijn barmhartige hof accepteren en de dua's die zullen gedaan worden en de dua dat u zult in uw hart vandaag doen en voor de schepper in zijn huis mogen Allah subhanahu wa ta'ala dat beantwoorden. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. MashaAllah, ik wil voor u in de Nederlandse taal roepen een zeer geëerwaarde alimeddin, ook wel mufti. Hij die in Nederland is gekomen en als eerste heeft gezegd, ik moet de taal van dit land leren kennen. Voordat ik de mensen leer kennen, moet ik eerst de taal kennen, anders ga ik niet met hem kunnen communiceren. Ik ben heel trots op deze spreker, heel trots op deze persoonlijkheid die ook investeert in ons. Mogen Allah Ta'ala hem heel veel zegeningen schenken. Hazrat Allama Maulana Mufti Iftikhar Ali Chishti, Narai Takbir, Narai Risalat, Ulama Ahle Sunnat, Astana Ali Munazri Azam, Azmate Mustafa. Alhamdulillah. Nahmaduhu. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم زير إيرواردي مشايخ عظام علماء كرام زير إيرواردي broeders, zusters en lieve kinderen. Vandaag vieren wij de 20ste oers van Munadre Islam, Hadrat Allama Pir Muhammad Abdul Wahab Saab Siddiqui, Damat Barakatuh Mulaliyah,
Nawwar Allahu marqada. Wat is urs? Urs betekent huwelijk. Shadi. Wat is shadi? Wat is huwelijk? Dat is bij iedereen, bij elke cultuur, bij elk land, bij elke beschaving bekend. Maar wat heeft het woord urs met overlijden van iemand te maken? Waarom zeggen wij urs? In hadithen pak, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft ons verteld wat gebeurt in kabr, wat gebeurt in graf. Enige bron om wat gebeurt in graf is profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Verder hebben wij geen enkel informatie over wat gebeurt na de dood. En die bron is echt betrouwbaar en geloofwaardig bron, tenminste voor ons die gelovig zijn. Rasulullah sallallahu ta'ala, ik ga lange verhaal kort houden. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft gezegd dat wanneer iemand dood is, na janaza wordt hij begraven, verschijnen daar twee engelen, dan komt vraag, man rabbuk, wie is jouw rab? Rabbi Allah, mijn rab is Allah. Ma dinuka, welke geloof heb jij? Dien je islam? Mijn geloof is islam. Ma kunta taqulu fi haqqi hadha ar-rajul. Wat zei jij? Het is niet wat zeg jij nu. Nee. Nu kan veranderen. Nee, wat zei jij vroeger over deze persoon? En dan gaat een gelovige persoon zeggen, hadha Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En dan, qua positie, qua geloof, krijgt iedereen zijn status. En dan status van sommigen is dat de engelen zeggen tegen hem nam. Nam kanaumat al-urus. Nam kanaumat al-urus la yuqizuhu illa ahabbu ahli. Of kama qala alayhi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam zei, dan de engelen zeggen tegen die persoon, nu mag je gewoon slapen, net als een bruid van eerste nacht. Us dulhan ki tare so jao, jiski pehli raat hoti hai, la yuqizuhu illa ahabbu ahlihi, niemand gaat hem storen, behalve zijn geliefde persoon, voor wie is zij bruid geworden? Niemand anders gaat haar storen. En dan Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam zei, zeggen de engelen, nam kanaumat al-urus. En die woord arus hebben ulama afgeleid van dat woord. En dan zeggen wij, urs mubarak, shadi mubarak. Van wie huwelijk is,
Is het mogelijk dat die persoon afwezig is? Jiski shadi ho, wo hi us mehfil mein maujood na ho. Ye kaise ho sakta hai? Jiski shadi ho, wo vakansi pe kya hua ho? O ji, kiski shadi ho rahi hai? Ji, fulan ki shadi ho rahi hai. Wo kidhar hai? Wo ji, America gaya hua hai. Zijn jullie gek? Nee. Van wie is huwelijk? Is altijd aanwezig in dat feest. Narai takbir! Allahu Akbar! Narai risala! Ya Rasulullah! Astana aliya munazir azam! Zindabad! Asmat-e-Mustafa! Zindabad! Shadi jiski ho, mehmano ko bulaya jata hai. اور بہت سی تقریبات ہوتی ہیں بن بلائے بھی لوگ آ سکتے ہیں لیکن شادی کی تقریب میں بلائے بغیر کوئی نہیں آ سکتا شادی کی تقریب میں بلائے بغیر کوئی نہیں آ سکتا اور اپنے تعلق والوں کو بلایا جاتا ہے اپنے تعلق والوں کو بلایا جاتا ہے کہ شادی کی تقریب ہے تو جس ہستی کی اور جس کی شادی ہو رہی ہو شادی ہو رہی ہے سب کو بلا لیا گیا ہے اس کے بعد فوراً سوال ہوتا ہے where is thy father وہ فادر فکانسی پہ ہے نہیں ہو سکتا پوری فیملی سیلفز جو لوگ دور دور ملکوں میں رہتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے کہ شادی ہے فلان کی باپ بھی آ جائے دادا بھی آ جائے جو بھی زندہ ہے وہ سارے کے سارے آ جائیں بیٹے بھی آ جائیں بیٹیاں بھی آ جائیں دوست آ جائیں احباب آ جائیں اساتذہ آ جائیں مشائخ آ جائیں پیر صاحبان آ جائیں تو مجھے بتاؤ کہ آج شادی کس کی ہے آج شادی کس کی ہے آج ہولک فیست ہے مناظر اسلام حضرت علامہ پیر محمد عبدالوہاب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو پھر مجھے کہنے دیجئے ہائی اس آن ویزخ ان دت فیست نت علین مار ہائی مار آل زائن فامیلی زائن فادر زائن اوپا آل مال اولیاء کرام این اوک نیت علین ہائی زائن پیر صحبان زائن اساتذہ کرام آل اولیاء اللہ زائن فانداخ الحمدللہ ان دت ہیولک فیست آن ویسخ نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ اہل سنت زندہ باد دارم زین وائی ein spezial echt Segnungen bei der Fettfeist von Urs Mubarak. Und die sehen wir bei anderen Feisten nicht, want in Mehfil von Urs Mubarak sein heilebu Auliyah-e-Kiram, Mashaykh-e-Izam anwesig. Und dann krijgen wij de zegeningen van al die mashaikhen. Er zijn een heleboel verleidingen, afleidingen en er is één leiding. Verkeerde wegen zijn een heleboel. En goede weg is altijd één. Daarom zien wij in de Koran dat Allah subhanahu wa ta'ala voor leiding gebruikt Allah subhanahu wa ta'ala noor. En voor afleidingen, verleidingen gebruikt Allah subhanahu wa ta'ala het woord zulumaat. Licht, één licht. Verf. Het duisternis, heleboel. Je hebt een heleboel soort
verleidingen. Hadrat Maulana Qari Muhammad Hanif Saab Naqshbandi heeft ons allemaal verteld, behalve Ahle Sunnat wal Jamaat. Alhamdulillah, Ahle Sunnat wal Jamaat is de enige die hele islam heeft. Als je praat over Allah, wij geloven in Allah. Als je praat over profeet, wij geloven in profeet. Als je praat over Ahle Bayt, wij hebben veel respect van Ahle Bayt. Als je praat over Sahaba, wij hebben respect voor Sahaba. Als je praat over ulama, wij hebben respect voor ulama. Als je praat over fuqaha, hebben wij respect voor fuqaha. Als je praat over sufia, hebben wij respect voor sufia. Als je praat over Koran, wij geloven in Koran. Als je praat over hadith, geloven wij in hadith. Als je praat over fiqh, geloven wij in fiqh. Als je praat over tasawuf, hebben wij ook tasawuf. Wie heeft behalve ons compleet en perfect geloof? Wij, alhamdulillah, jamaat, hebben wij perfect geloof gekregen. Wat betreft Allah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Wij geloven in Allah, in zijn profeten, familie van de profeet, sahaba van de profeet, ulama van de profeet, awliya van de profeet. Er zijn een heleboel firqa's die stoppen bij één halte en willen zo niet naar de volgende gaan. Iemand stopt bij Allah, wil niet verder. Iemand komt een beetje bij de profeet en dan wil hij niet naar Ahle Bayt. Of gaat naar Ahle Bayt, maar niet naar Sahaba. Of gaat naar Sahaba, maar niet al ulama, fuqaha. Of gaat naar fuqaha, maar niet al jai kiram. Maar wij, alhamdulillah, hebben de hele tijd. En voor alle dwalingen hebben wij altijd. Ja, nu is die tijdperk bijna voorbij. Maar vroeger werden wij oud gedaagd. Oh, munazra kar lo aake. To phir masla ye hota tha ki agar ek wahabi munazre ka challenge karta hai to socha jata tha fulan munazre ko bulao wo wahabiyon se acha munazra karta hai agar shia challenge karta tha to phir sawal paida hota tha fulan ko bula lo wo shia se acha munazra karta hai jis ki taraf se challenge aata tha sawal paida hota tha fulan ko bula lo magar ek munazre azam ki hasti thi حضرت مولانا محمد عمر اچھروی اور ان کا پورا خانوادہ جو ہے حضرت مولانا عبدالتواب صاحب صدیقی دامت برکات ملالیہ حضرت مولانا پیر محمد عبدالوہاب صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ پورا خاندان جو ہے پاکستان میں تھا کوئی بھی مناظرے سے چیلنج مناظرے کا چیلنج آئے گا اس خاندان کے کسی بھی آدمی کو بلا لو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کسی قسم کا بھی کوئی اب داکنگ ہو یہ خاندان جو ہے وہ تمام حاضر ہے اور پھر جیسا کہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب نے بتایا کہ صرف علم نہیں ہے عبادت ہے تقویٰ ہے اور یہ ہر چیز میں وہ کیا ہوتا ہے سخائن حائلغ ممکن ہے لیکن تہجد کی نماز میں نہیں ہے ایک آدمی بڑی لمبی تسبیح پڑھ سکتا ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن تہجد کی نماز ایک تو وہ کس کو دکھائے گا دکھائے گا وہ کس کو تہجد کی نماز ہے کس کو دکھائے گا اور دوسری بات یہ ہے اصل نیند آتی اسی وقت ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی چار بجے سے پہلے نیند ہی نہیں آتی کیوں نیند نہیں آتی بھی اب وقت آیا ہے جاگنے کا یہ تو وقت جب عبادت کا ہوتا ہے
اس وقت ہمارے سونے کا ٹائم شروع ہوتا ہے. یہ صرف تہجد, ظاہر بات ہے پنج وقتی نماز تو ضروری ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ شریعت کی بڑی خلاف ورزی نہ کرے, پانچ وقت کی نماز پڑھے, زیادہ چلے وغیرہ نہ کرے, صرف تہجد کی نماز ادا کرنا شروع کر دے, اس کو مقام ولایت جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے. یہ خاص وقت ہوتا ہے صبح سویرے اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا. تو یہ اس خاندان کا خاصہ ہے کہ یہ علم میں بھی اپنی جگہ ہے, اور پھر رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے, وائی زائن اخت خلقخ دت وائی ہورن تت ناستن این خلیفن فان دت فمیلی دارم وردن وائی اوت خنودخت فور ہیولک فیست. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے خادموں میں شامل رکھے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ مناظر اعظم, علماء اہل سنت, ماشاءاللہ الحمدللہ. U heeft op zeer voortreffelijke wijze de uitleg gehoord van onze Qibla, Hazrat Allama Mufti Iftikhar al-Qissi sahab. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala zijn rang zeer verheffen, inshallah. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem vaker in staat stellen om ons wijze lessen te leren, zodat wij daarop kunnen praktiseren, inshallah. Alhamdulillah. بزمے